Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een 1-2-3 vest haken. En ja, ik heb gewoon een idee uit een tijdschrift gehaald en wol van de zeeman gebruikt. Voordat ik vertel wat jullie nodig hebben, wil ik jullie zeggen dat ik zo blij ben met alle abonnees en dat iedereen kijkt en iedereen toch wel positief is en zo. Dus ja, nu heb ik bedacht, weet je wat, ik ga een leuk vest haken. En ik zou zeggen, doe lekker mee, blijf kijken en abonneer en duim omhoog. Dat is ook altijd heel leuk voor mij om te zien hoeveel mensen het leuk gaan vinden. Ik heb gewoon een plaatje uit een tijdschrift gescheurd van, ja, dit moet het 1, 2, 3 vest worden. Want ik wil gewoon in het rond gaan haken, ja, tot de armsgaten, maar we stoppen al eerder, want we stoppen al tot hier, als je hier de tekening kijkt, hier tot midden voor met de halsopening. Dus je gaat al eerder, ga je daarmee minderen en pas later kom je bij de armsgaten. Maar ik ga je er zo rustig mogelijk doorheen leiden, zodat ja, jij ook het 1, 2, 3 vest kan haken. Het bestaat gewoon uit stap 1 is het voor- en het achterpand. Kijk, dit is het achterpand en dit zijn de voorpanden. Dit is een voorpand en dit is een voorpand. En als je in het midden hier een denkbeeldige lijn trekt, dan is dit middenachter. En zo, ja, kan je in één stuk het vest haken. Stap 2 is de mouw en stap 3 is de afwerking. Nou, je hebt nodig de Zeeman Luxury Wol, en dat is deze wol, de Luxury, en hij kost €2,79. Er zit 150 meter op en het bestaat uit, even goed lezen, 69% acryl, ja, jullie kunnen het misschien niet goed zien, 20% wol, 10% alpaca en 1% metallic garen. En er zit, ja, als je het een beetje kan zien, er zit een hele leuke glitter in. Ze verkopen deze bollen in het beige, zeegroen en donkergrijs en roze. Dus je kan nog leuke kleurtjes kiezen. Maar omdat er maar 150 meter op zit, heb ik toch wel 12 bollen nodig gehad. Haaknaald nummer 6. Een schaartje, steekmarkeerders, een stopnaald, spelden voor als je de mouwen erin wil spelden en de naden aan elkaar wil zetten. En je hebt eigenlijk alleen maar 2 naden nodig voor hier. De bovenkant, de schouder. En als je die aan elkaar hebt, dan komt de mouw erin. En dan ga je eerst de mouw aan elkaar zetten, maar dat is stap 2, de mouwen. En de spelden, de centimeter en natuurlijk, ja, YouTube, het kanaal Iedereen kan haken, het 1, 2, 3 vest. En als je daarop klikt en ja, duimpje omhoog en abonneert, dan, ja, dan dank ik je hierbij hartelijk. En dan gaan we beginnen aan het vest, want het wordt tijd dat we gaan opzetten met haaknaald nummer 6 en dan zie ik je zo weer terug. Ik heb mijn heupomvang gemeten en ik kom op 1 meter, maar omdat er natuurlijk nog een overlap moet zijn, zodat je vest goed valt, heb ik er 15 centimeter bij gerekend. En als ik een ketting van losse maak, dan heb ik dus nodig 1,15 meter aan een ketting. Maar als jij zelf een heupomvang van 10, hebt van 1,10 meter, dan tel je daar weer 15 centimeter bij. Dus dan heb je totaal een ketting van 1,25 meter nodig. En heb je bijvoorbeeld een heupomvang van 1,20 meter, dan tel je daar weer 15 centimeter bij. Dat betekent dat je 1,35 meter een ketting moet hebben. Dus dit vest kan iedereen passen, alleen je moet blijven meten. Je blijft je heupomvang meten en je ketting maken. Ik heb aantal steken voor maat 38 à 40, heb ik 148 steken nodig gehad. Dus ligt aan je heupomvang, eerst meten en een ketting maken. Ik heb 148 steken nodig gehad. Dus je pakt je haaknaald
en je maakt een opzetlus en je telt tot 148. Kom je hier nu niet uit met je maat, tel je er gewoon iedere keer 10 centimeter, 10 steken bij. Dus dan, ja, als je 10 steken elke keer bijtelt en je komt aan je heupomvang plus 15 centimeter, dan kom je goed uit. Dus je begint met een losse ketting tot zover dat het je heupomvang is plus 15 centimeter en dan zie ik je weer terug. Als je klaar bent met je losse ketting, kijk, ik heb nu eventjes een kleinere ketting gemaakt omdat ik gewoon meehaak even. Zet je één losse erbij, want de mossteek is deelbaar door 2, maar we gaan eerst de onderrand gaan we rijen vaste maken. En vaste zet je gewoon meteen in de steek naast de steek waar de lus uitkomt. En daar gaan we vaste in zetten. De hele onderrand wordt vaste. En die kan je gewoon in één lusje zetten hoor. Want dan krijg je gewoon ook een mooie onderrand. Gewoon één lusje. En dan krijg je een mooie onderrand. En allemaal vaste. We zijn nu op het einde van de toer met vaste. En op het laatste zetten we nog een vaste. Dan gaan we met 1 omhoog, want we gaan nog 2 toeren vaste doen. Dus we keren het werk. En jullie hebben een lange onderrand. Maar ik ben mee aan het haken, dus. En nu gaan we in deze eerste steek gaan we weer een vaste zetten. En we gaan zo aan de mossteek beginnen. Dat heb ik nog niet verteld, maar via Facebook heb ik het wel al vermeld dat het een mossteek wordt. En de mossteek, ik zal sowieso, daar heb ik een aparte film voor. Hieronder zet ik de link voor de mossteek, maar je kan hem ook opzoeken. Bij iedereen kan haken en dan daarachteraan de mossteek intypen. Maar voor eerst zijn we nu met de onderrand nog bezig. Voordat we aan de mossteek beginnen met vaste. En op het eind zie ik je weer terug. En we zijn op het einde van de tweede toer. Dan zetten we nog 1 vaste in en dan 1 losse omhoog en we keren het werk. En dan gaan we nog 1 rij vaste maken. En dat wordt de onderkant van je vest. En dan steek je in deze steek in die eerste steek. Daar zet je een vaste. En op het einde van toer 3 zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de derde rij of de derde toer met de vaste en we zetten nog 1 vaste hier in die laatste steek. En ja, je hebt de onderkant van je vest, maar nu gaan we beginnen met de mossteek en de mossteek is 2 lossen omhoog en dan keer je je werk. En de mossteek is omslaan, in deze eerste steek inslaan, insteken, je draad ophalen en nog een keer omslaan en in de tweede steek insteken en je draad ophalen en omslaan en door alle 5 de lusjes. We gaan het nog vaker doen hoor en er is ook een aparte film van, maar ik help je gewoon mee op weg. Nog een keer omslaan. En je sluit eigenlijk de mossteek. Zo begin je altijd elke toer. Omslaan en dan ga je nu in de volgende steek insteken. En de tweede toer herhaalt het zichzelf hoor. Maar we gaan nu insteken, draad ophalen,
omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 5, omslaan en door 1. Dus dit is de mossteek. Zo gaan we de eerste rij van de mossteek, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 5. En nu ging hij niet lekker, dus dan laat ik het even los en dan haal je het gewoon even uit. Omslaan, in de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 5. Omslaan door 1. En niet vergeten die laatste afsluiter. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan en door 5. Nou, deze ging niet lekker. Dan gaan we opnieuw omslaan, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en omslaan. En je moet ook zorgen dat je haak van je haaknaald goed naar beneden houdt met deze steek, anders kan je hem niet goed doortrekken. En omslaan door 1, de volgende. Omslaan door 1. Zo sluit je die mossteek en dan komt hij er zo uit te zien. Even de centimeter wegleggen. En zo ga je door tot het einde van de vierde toer. Insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen en doorhalen, omslaan, doorhalen. Op het eind zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de vierde toer met de mossteek. En nu eindigen we altijd de mossteek met een half stokje. Dus je gaat in de laatste steek, je haalt je draad op, je gaat nog een keer omslaan en je haalt je draad door 3 lussen. Dan doe je omslaan en dan keer je je werk altijd met 2 lossen. Dus je keert je werk met 2 lossen. Dan ga je omslaan, ga je in deze opening je draad ophalen, dan ga je weer omslaan en dan ga je in die volgende opening je draad ophalen en dan omslaan en dan door 5 lussen. Omslaan door 1 lus. Dus dit is die mossteek. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, in die volgende opening insteken, draad ophalen en dan ga je weer met 5 lussen op je naald omslaan en door 5. Omslaan door 1. Gewoon lekker losjes haken. Dus de vierde toer die maak je ook gewoon af met de mossteek. Het hele vest komt in de mossteek, dus die moet je lekker onder de knie zien te krijgen en dan kan je lekker doorhaken, want het is echt een vest, ja, die, ja, daar haak je gewoon heerlijk mee weg met deze steek. En misschien doe ik het nu te snel, maar dan moet je echt even het filmpje van de mossteek gaan opzoeken. En als je dat filmpje hebt gezien en je kan de steek goed en je hebt even geoefend met deze steek, ja, dan ben je ook een heel eind met je vest, dan kom je zo een heel eind weg. Dus de vierde toer maak je ook weer helemaal af, alles met de mossteek, omslaan en de laatste. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en in die volgende opening je draad ophalen. Je eindigt de mossteek, even kijken hoor, nee, omslaan en nu nog
de steek afmaken. Je eindigt elke toer altijd met een halve vaste of met een half stokje. Dus elk einde van de mossteek of van de toer is een half stokje, altijd. Daar eindig je mee. Ik zal deze toer nog even mee haken. Jullie hebben natuurlijk een langere toer om te maken. Nou, ik zie je op het einde terug en dan leer ik hoe je moet keren. We zijn nu aan het einde van de toer. En we maken nog een mossteek af. Met een half stokje. Hier in die laatste opening een half stokje. En dit was de vierde toer. Dan ga je twee lossen omhoog. En dan kan je het werk weer keren. Je keert weer het werk. En je begint weer aan de vijfde toer. En dan zal ik heel even opmeten hoeveel centimeter dat je moet haken voordat je bent. Ja, daar gaan we meerderen. Dus ik ga even meten. En dan zie ik je zo. Ik heb net gemeten met de centimeter. En je haakt 21 centimeter verder. 21 centimeter haak je de mossteek. Dus als je bij 21 centimeter bent, 21, dan zie ik je weer terug. En ja, de mossteek is echt een hele leuke steek. Je begint hem altijd in het begin, je draad ophalen, dan pak je weer een keer je lus om en in de volgende insteken draad ophalen en dan omslaan. En je haalt je draad door 5 lussen. Dan omslaan en door deze steek. 21 centimeter vanaf je boord. Vanaf je boord meet je, ja, ga je gewoon lekker verder. Dus je kan tot vanaf de boord 21 centimeter. En dan zie ik je weer terug als je 21 centimeter hebt gehaakt. Je bent nu bij de 21 centimeter en dan ga je je lap door midden leggen en dan zet je een marker in je steek. En als je hem in het midden, kijk, hier heb ik het midden, dit is een marker, die zit op 21 centimeter, dan ga je die lap nog een keer door het midden leggen en daar zet je ook een marker in. Dus in totaal heb je, het is een beetje moeilijk filmen hoor, 3 markers. Ik zal eventjes de camera optillen hoe ik het heb gedaan. Dit is het midden. Daar zet je een marker in. Van de zijkant tot het midden zet je weer een marker erin. Even mijn camera goed houden. En als je dan de lap nog een keer in het midden legt, dan heb je dus in totaal heb je 3 markers nodig. En deze afstand en deze afstand en deze afstand, die zijn allemaal gelijk. En daar gaan we even meerderen, zodat je een beetje, ja, ik heb altijd wat meer ruimte bij mijn billen nodig. Dus dit en dit is 21 centimeter. En je legt je lap dus naar het midden. Dit is midden achter. En daar zet je marker in. En daar weer het midden van de zijkanten zet je je marker in. Dus dan gaan we nu vertellen hoe je moet meerderen. Dan kan je echt vanuit, ja, je hoeft het niet te doen. Je hoeft niet te meerderen, maar ik vind het mooier. Dan krijg je net een iets mooiere, ja, achterwerkje. En dan gaan we daarna die steken weer terugpakken, maar dat leg ik later uit. Dus dit zijn je zijkanten hier. Hier zijn je zijkanten, daar heb je marker, daar heb je marker en hier heb je marker. Dus je hebt 3 markers.
En dan ga ik vertellen wat je moet doen. Even mijn camera weer goed liggen. Dan pak ik even een lapje bij om te vertellen wat je moet doen bij die markers. Iets meer ruimte geven, dus je maakt eigenlijk een mossteek. Je maakt er nog eigenlijk gewoon een gewone mossteek. Die sluit je en dan zet je een half stokje erbij in diezelfde opening, omslaan, een half stokje. Dit is dus je meerdering. Dan ga je weer een mossteek maken, insteken, omhalen, weer insteken, omhalen en omslaan en je hebt hem gesloten. En doordat je hier dus een extra half stokje erbij hebt gezet, meerder je een steek. En dat doe je bij de marker. Dus bij de marker ga jij meerderen. En na de marker, dan doe je nog 1, 2, 3. 3 of 4 rijen. Zeg maar 4 rijen haak je nog verder. Dus bij elke marker meerder je een half stokje. En dan ga je weer 4 rijen mossteek haken. Je hebt nog 3 of 4 rijen de mossteek gemaakt. Daar heb je verder gehaakt. En als het goed is, zit je nu op 24 centimeter. En bij 24 centimeter zet je weer een marker vanaf de boord tussen die twee markers in. Met het meerderen, maar nu gaan we minderen. Dus op de helft van die twee markers, bij mij is het bijna 25 centimeter en daar de helft van, daar zet je een marker in en dan ga je daar weer minderen. Maar je moet die doek, zeg maar, die je nu hebt gemaakt, ook even om je middel doen en dan voel je al van, hey, ja, er zit al meer ruimte in omdat je hier hebt gemeerderd. En dan gaan we nu minderen en dan zal ik je zo uitleggen. Dus tussen die twee markers in, daar gaan we minderen, maar je moet die doek even om je heup heen leggen, dus dat die echt zo om je heup heen valt, dan voel je al bij je, ja, de achterkant dat je al gemeerderd hebt. En nu gaan we twee steken minderen. En het minderen, dat ga ik nu uitleggen. Dan pak ik weer eventjes mijn proeflapje. Hoe je gaat minderen. Nou, je pakt dus de mossteek op. Je bent gewoon eigenlijk de mossteek aan het maken. En als je hier dus bij die marker bent, waar je die marker in hebt gezet, dan sla je een steek over. Je wil dus eigenlijk niet hier nog een steek maken, maar je pakt nu de volgende. En daar ga je weer een mossteek van maken. En je zou zeggen, ja, dan krijg ik een gaatje, maar dat maakt niet uit. Kijk maar, je trekt het zo weer samen. En dan sluit je weer een mossteek. Ik zal hem even uithalen. Ik zal even van het begin af aan uitleggen. En dan zal ik er een marker in steken waar je dus moet minderen. Dus je hebt die doek omgeslagen, je hebt al gemeerderd en nu bij 24 centimeter ga je minderen. En je haakt gewoon je mossteek verder. En dan moet je hier bijvoorbeeld een steek gaan minderen. En dan ga je in plaats van, kijk, je steekt hier nog in en je pakt deze ook nog mee waar de marker in zit. En dan sla je over. Normaal ga je weer in diezelfde opening eerst even de mossteek sluiten. Normaal ga je in deze opening weer een nieuwe mossteek zetten, maar deze sla je dan over en dan pak je de volgende. Dus dan pak je de volgende opening en daar ga je weer naar de daarop volgende opening. En dan heb je weer die 5
lusjes op je naald waar je doorheen moet en dan omslaan en sluiten. En dan heb je geminderd. En zonder dat je daar straks last van hebt hoor, daar zie je straks niks van. Straks ga je weer gewoon die mossteek hier weer overheen zetten in die openingen. En dan sluit het weer vanzelf. Maar dan heb je wel een steek geminderd. En ik leg eventjes het haakwerk aan de kant. En dan pak ik hem nog een keer erbij. Misschien dat dit toch duidelijker is. Ik ga nog een keer een marker erin zetten waar je moet minderen. Ja, dat is eventjes als voorbeeld. Je haakt dus je gewone steek weer verder. Gewoon de mossteek haken. En dan haak je hier nog een gewone mossteek. En in deze nog een gewone mossteek. De markers zit altijd zo lekker in de weg. Ik ga hem even naar voren kantelen. Dan ga je niet de mossteek beginnen waar je marker zit, maar dan pak je de volgende. Dus omslaan, je pakt de volgende en je pakt omslaan en je pakt de volgende opening. En zo sluit je weer die 5 lusjes, omslaan, sluiten. En straks als je hier bovenop weer de volgende toer gaat maken, dan heb je weer geminderd. En dan krijg je een beetje achter, ik zal het laten zien. Ja, een bolling. Ik zal even het vest recht leggen. Als ik dus het vest op elkaar leg, probeer ik het even zo goed mogelijk te filmen. Dan ga ik even de camera optillen. En dan zie je dat je hier dus een meer model in je vest krijgt. Het hoeft niet hoor, je kan gewoon rechtdoor naar de armsgaten gaan, maar we werken nu tot dit punt, tot de opening van je vest. En je ziet dat er een beetje, ja, gewoon model in het vest komt. En zoals je ziet, hier heb je eerst je boord, dan ga je 21 centimeter aan de achterkant, hier aan de zijkanten zet je markers en midden achter een marker. En bij 24 centimeter, dan draai ik hem even om, want dan zie je de achterkant. Kijk, als je het zo ziet, even goed platleggen. De mouw. Als je het ziet, dan zie je dat er hier een meerdering zit en aan de zijkanten zit die meerdering en die mindering komt op 24 centimeter, maar alleen maar tussen die twee markers. En dan gaan we verder naar boven en dan ga ik even meten hoe ver we gaan tot de halslijn. Ik heb nu de voorkant gemeten van onder naar boven en ik kom op 53 centimeter aan de onderkant van de boord. Dus ik heb de boord hier meegerekend, 53 centimeter. Dus je kan doorhaken nu tot 53 centimeter en dan gaan we minderen. En dan gaan we aan elke kant van de zijkanten gaan we minderen. En ik klap even het vest open zodat je ziet. Kijk, ik heb natuurlijk al de bovenkant aan elkaar gehaakt. Maar zodat je ziet waar je mee bezig bent. Aan deze kant ga je minderen. En aan deze kant ga je minderen. We gaan nog niet aan de armsgaten beginnen. We gaan eerst aan de zijkanten minderen. Dus je haakt verder tot 53 centimeter. En dan zie ik je weer terug.
We hebben nu tot 53 centimeter doorgehaakt. En ja, ik heb het een beetje misschien niet makkelijk liggen, maar ik heb wel de schouders net losgehaald, zodat je het goed ziet. Je haakt aan de zijkant, begin je dus met de opening van de V-hals bij 53 centimeter. Maar zeg je, ja, ik wil hem toch langer of eerder al beginnen, ja, dan moet je gewoon even die doek voor je houden en dan even meten hoe lang jij jouw vest wil hebben. Maar ik ben bij 53 centimeter begonnen met de halsopening en ik ben, en leg ik er ook de meetlat langs, ik heb 1, 2, 3 keer, ja, bij de vierde mindering ben ik begonnen met de met armschat. Dus ik zal eventjes de camera omhoog tillen. En dan moet ik even goed kijken of ik niet verkeerd film. Kijk, hier zie je dat hier is al de schouder van de rechterpand. En hier begint het armsgat. En links en rechts natuurlijk begint de halsopening. Dus bij de zijkanten zet je een marker neer en dan gaan we minderen aan die zijkanten. En dat doen we 1, 2, 3, 4, 5 rijen hebben we dan nog gedaan. En dan zijn we bij het armsgat. Dus we gaan nu minderen aan de zijkant en ik leg het even weg. En dan ga ik het meteen even voordoen hoe je de zijkant kan minderen. En wat je links doet, moet je natuurlijk ook rechts doen. En ik zal even nog de meetlint erbij pakken. Het is een groot project, dus we moeten veel meten en je moet bij jezelf ook blijven meten. We gaan meten, want ik heb even de lat hieronder gelegd. Maar dan weet je hoeveel dat je kan minderen. Ja, dit zijn 1, 2, 3, 4, 5 rijen. Dat is ongeveer 8 centimeter. Maar je gaat dus van die blokjes maken. En die ga je ook, als je dit links doet, ga je dat ook rechts doen. En dan pak ik mijn voorbeeldje erbij, hoe je dus moet minder hier en dan gaan we dat samen even doen, dus dat je ook zo uitkomt zoals ik het hier heb bedacht. Dan leg ik het even aan de kant. Oh, de camera bibbert lekker. En dan leg ik dit even als voorbeeld erbij. En zelf ook je werk blijven meten, blijven kijken, past het bij jou wel, misschien past het bij jou niet. Maar ja, het is natuurlijk een vest voor jezelf, hè? En misschien heb je een andere maat. Maar in ieder geval, we gaan nu de halsopening, tenminste de V-hals, die gaan we minderen bij 53 centimeter. Je haakt dus gewoon de mossteek door, zoals je gewend bent. En op het laatst, dan zie je, ik weet niet, jij kan het misschien minder goed zien. Zo, als ik het zo film, dan zie je dat je één toer hier eindigt. Want we tellen nu niet meer in toeren, hoor. Ik ga gewoon met centimeters werken en met het tellen van stokjes of van mossteken. Dat we eindigen in de opening voor de laatste. Dus we zijn met de toer dat we het voorpand gaan minderen en dan eindigen we niet op het einde, maar we eindigen hier op die laatste. Dus we maken nog één mossteek en dan zetten we in deze dus gewoon het laatste halve stokje en dan keren we het werk. En als je het werk dus gekeerd hebt, dan zie je dat je aan deze kant ga je weer twee lossen maken
en een mossteek. Dus je begint weer gewoon met een mossteek als je het werk keert. Dus we maken 2 lossen, 1, 2, en we beginnen gewoon weer hier in die eerste opening en we pakken de tweede opening. En we gaan doen 5 en we sluiten de mossteek. Kijk, en dan heb je een mindering gemaakt. En zo ga je er 4 doen, 1, 2, 3, 4. Want dan gaan we aan het armschat beginnen. Dus je maakt 4 minderingen aan elke kant. Je kan het ook nog aan deze kant kijken hoe je moet stoppen, maar ja, dat is precies hetzelfde. Precies hetzelfde, dus je stopt gewoon met haken bij 1 opening ervoor. En als je 4 gedaan hebt, dan zie ik je terug, want dan gaan we het armschat doen. Als het goed is heb je 1, 2, 3, die 4 minderingen gedaan, dan begin je met de armsgaten. En de armsgaten, daar zet je markers neer, tenminste die sla je over die steken, en daarom zet je markers neer, hier naar beneden, als je hier naar beneden gaat, dan kom je uit, al hier, op die marker waar je gemeerderd hebt, ja, waar je gemeerderd hebt, ga je naar boven. Je vinger hou je dan gewoon een beetje aan, dan pak je daar, ja, je kan hier ook een marker inzetten, maar ik heb dus het midden gepakt en hier 1, 2 overgeslagen, 2 openingen en dan een marker, het midden 1, 2 openingen en een marker neergezet. Dus dat was het linkerarmsgat en dan gaan we nu naar het rechterarmsgat en als je dan inderdaad van deze meerdering naar boven gaat en je pakt het midden, dus het midden van je meerdering, dan zet je 2 openingen daarvoor een marker en 1-2 openingen daarna een marker en dan ga je hier weer minderen met aan het voorpand, hier blijf je gewoon nog doorgaan met minderen, dus elk pand en hier doe je 2 keer, 2 rijen van die blokjes krijg je dan. En aan de kant van je rugpand doe je het 1 keer. En dan ga je omhoog met je rugpand apart. Dus je houdt je deze kant aan, ga je verder haken. Dus je begint met je voorpanden. En je begint met je voorpanden. En die rug die ga je op het laatst doen. En die voorpanden die moeten natuurlijk gelijk zijn. Dus je mindert aan deze kant 2 blokjes, zie je? En dan ga je hier, blijf je gewoon het patroon volgen, dus dat je gewoon die V-hals krijgt, totdat je even tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 openingen hebt. En aan de andere kant natuurlijk ook. Dus zo zit dit in elkaar en ik hoop dat je hier uitkomt. Ik zal even deze lengte nog meten. Van deze lengte, dit is dus van de schouder naar de onderkant en dan kan je wel hiermee verder, want je weet hoe je moet minderen, je weet waar je moet minderen, je moet begin dus bij je voorpanden, dan hou je eventjes je achterpand apart, die doe je straks pas, dus de voorpanden, dan ga je vanuit het armsgat hier 2 blokjes minderen en het voorpand ga je gewoon door en aan de armsgat ga je rechtdoor totdat je 7 openingen hebt en ik meet eventjes nog op hoeveel dat het is. Dus ik zet het even neer en dan pak je de centimeter en tot de schouder kom ik op 80 centimeter. Dus als je bij 80 centimeter bent, dan ben je met de voorpanden klaar en dan gaan we dadelijk weer verder met het achterpand. Dan beginnen we nu met het achterpand en dit deel heb ik al de schouder aan elkaar aan het voorpand gehaakt, want ik heb het vastgehaakt, maar dat komt in stap 3 eigenlijk pas. In stap 1 is het nog het achterpand en als het goed is heb je hier geminderd, dus vanaf die rechter marker, je hebt dus wat steken overgeslagen, die rechter marker ben je hier begonnen met je achterpand en dat doe je ook aan de rechtse kant.
dat je ook een steek overslaat en je gaat gewoon rechtdoor naar boven. Hier kan je het even niet zo goed zien. Ik heb gemeten van onderkant tot midden achter is 79 centimeter. Daar sla je weer hier 4 steken over en dan ga je hier weer minderen. Net zo lang tot je hier bovenaan bent en dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen. En we hebben hierboven 1, 2, 3, 4, 5, 6 openingen. Dus dan kan het achterpand aan het voorpand gehaakt worden. En het totale centimeter zal ik nog eventjes meten. En dit is 84 en dat kan, want je achterpand moet altijd iets groter zijn. Je achterpand moet altijd een beetje, omdat daar een bolling is in je rug, en die moet altijd iets langer zijn dan je voorpand. En dit was stap 1 van je vest. Dit vest, dat kan je maken. Dit sluit straks, even laten zien. Dit voorpand sluit straks aan het achterpand. Dit gaan we straks aan elkaar haken. En als je klaar bent met het achterpand en je mindert hierbij midden achter, dan moet het er zo uitkomen te zien. Op zich heb ik de achterpanden iets langer gelaten dan de voorpanden. Hier heb je die markers ingezet. Als je hier dus helemaal naar beneden gaat, dan zie je hier weer die markers van het meerdere en het mindere. Maar dat hoeft niet hoor. Ja, dat moet je gewoon zelf weten. Ik zal het nu even goed dicht leggen en straks gaan we het aan elkaar haken, maar dat is stap 3. Dit is nu stap 1 van het 1, 2, 3 vest en stap 1 is de voorpanden en de achterpanden of en het achterpand. Dus als je hier zover bent, dan ben je klaar met stap 1 en dan gaan we nu naar stap 2. In ieder geval, ik zou zeggen, dit was stap 1. Bedankt voor het kijken, graag duim omhoog als je deze video leuk vindt. En hieronder, hier staat mijn fotootje. Graag abonneren. En ik zie je graag met stap 2 met het vest. En dan beginnen we aan de mouwen.